Ja, in een tijd waarin we Avanti alleen vanaf de bank kunnen zien en ook de kroeg niet meer is wat het geweest is, hebben wij besloten onze eigen kroeg te openen. Ja, hier gaan we aardig wat afleveringjes opnemen, jongen. Voordat ik het vergeet, je bent getest, hè? Ik ben getest en iedereen die hier komt is ook gezond. Kijk eens, goed. En ook niet vergeten, jongen, 1,5 meter en nu tafel 1. Johan. Alwin. Welkom. Dankjewel. Avanti TV Café. Nou, dat is een mooi café. Mooi café, hè? Ja. Hoe is het om voorzitter te zijn in deze rare tijd? Ja, het is een rare tijd en daarmee kom je allemaal dingen tegen die je van tevoren nooit bedacht had. Hè? Dus het is te doen, het is goed te doen. Blijf je nog een beetje gemotiveerd door zo'n tijd? Ja, ik vind het wel. Ik vind het wel een mooie taak om proberen Avanti in die zin door dit soort woelige baren te leiden. Maar kijk, als voorzitter doe je, ik denk misschien gek niet zoveel, hè? Veel dingen gebeuren vanzelf. Ja. He, dus het is meer overzien wat er allemaal gebeurt en bepaalde verbandjes proberen te maken als die nodig zijn. Want hoe lang ben jij eigenlijk voorzitter, Johan? Ik durf het niet te zeggen, een jaar of 7 denk ik onderhand. Ja, had ik moeten weten. Ik had in moeten lezen natuurlijk. Ja. Jaar of 7. En wat is daar zo leuk aan dan, voorzitter? Want ook denk ik, een hoop gezeur en dingen oplossen. Ah, natuurlijk, met alle dingen heb je gezeur, maar je hebt ook veel leuke dingen. Hè? En toen ik net 2 jaar was, gingen we natuurlijk naar de League-posteling en zo. Dus dat soort dingen geven enorm veel energie. Daarna gingen we natuurlijk weer. Dat had ook met jouw leiding te maken, deels dan, denk ik. Dat heeft ongetwijfeld met mijn leiding te maken, met mijn aspiraties die ik had als voorzitter. Ja. Maar je komt wel in allerlei zaken te maken. En wat ik gewoon leuk vind, is gewoon dat je met mensen bezig bent. Hè? Kijk. Mijn kinderen hebben altijd gekorfbald en hebben daar een groot genot van gehad, nog steeds. Hè, met een heel sociaal netwerk en alles. En ik denk dat dat voor veel mensen van belang is. Heb je nog een beeld van hoe lang je dit nog wil blijven doen dan? Nou, niet voor eeuwig. Kijk, ik denk dat het goed is als op een gegeven moment iemand anders op die stoel gaat zitten. Ook om nieuwe dingen erin te brengen, nieuwe zaken te brengen. Ja. Ik heb nog een aantal opgaves in mijn hoofd die ik graag wil doen. Ik wil graag die luchthal klaar hebben dat dat gebeurt. Ja. En dat zijn best nog allemaal spannende discussies. Ja. En ik denk als je dat nu overdraagt, dat dat niet zo handig is. Ja. Want dat is een mooi puntje aan de horizon. Hè? Laten we ervan uitgaan dat corona op een gegeven moment voorbij is. Wat er gaat gebeuren is een heuse verbouwing bij Avanti met dus een luchthal. Vertel eens, wat is precies het idee en waarom eigenlijk? Nou, we zitten een paar dingen. Allereerst hebben we natuurlijk een kunstgrasveld, wat op een gegeven moment aan zijn einde is. En daar hebben we met de gemeente praten ook al een tijd over. En feitelijk zou die volgend jaar moet die vervangen worden. Ja, nou, het veld is van de gemeente. Het veld is van de gemeente, wij huren dat. Dus dat betekent dat dit soort groot onderhoud, dat is een taak van de gemeente. Nou, dat vonden wij een aanleiding om na te denken, wat willen we nu precies? Dus hoe moeten die velden er straks uitzien met de nieuwe regels die we hebben? We hebben nu eigenlijk een klein veld in een heel groot veld. Hè? Dat is niet efficiënt. Hè? En toen is ook op een gegeven moment het idee ontstaan, als we nu kijken naar de winterseizoen, dan maken wij van 3 hallen gebruik, soms 4 zelfs. En dat betekent ook dat sommige kinderen, die zien in het winterseizoen eigenlijk nooit Avanti zelf. Die zitten altijd in Delfgauw, daar trainen ze en daar spelen ze. Ja. En dat is eigenlijk iets wat je niet wil voor het hele clubgevoel. En want Avanti is sporten, maar Avanti is ook plezier hebben met elkaar. Mensen leren kennen, dingen doen. Dus vandaar dat het idee ontstaan is van, kan je dan nou niet die verbouwing van het veld, de vernieuwing eigenlijk, verbouwing is een zwaar woord, maar vernieuwing is het eigenlijk, kan je dat nou niet oppakken? Met het idee om daar een luchthal op te zetten. Daar zijn we een tijd geleden mee begonnen en dat is best een heel avontuur, een spannend avontuur. Hè? Want wat voor houden heb je, hoe moet dat dan, wat zijn de consequenties, is het economisch verantwoord, ja of nee. Waar we nu zijn is dat we eigenlijk een geschikte leverancier op het oog hebben. En dat we eigenlijk straks 2 velden willen overkappen. Ja. En dat betekent dat we straks als Avanti, als dat allemaal lukt, dat we dan eigenlijk een veel grotere trainingscapaciteit hebben. Dus dat iedereen wellicht 2 keer in de week kan trainen, gewoon ook in de winter. En dat je dus ook eigenlijk iedereen bij elkaar houdt, het hele seizoen lang. Want even voor duidelijkheid, het veld wordt overkoepeld eigenlijk, maar er komt ook een andere vloer in. Hè? Je speelt wel nog steeds in de zaal. Ja, je speelt nog steeds in de zaal. Hè? Ja. Dus wat je krijgt is dat we straks 3 velden krijgen op een rij en 2 juniorvelden. En dat de achterste 2 is het idee nu dat we dat gaan overkappen. Ja. En dat dan ook een vloer in komt. Hey, en dan gebeurt er ook nog iets met de kantine zelf? Nou, de kantine zelf aan zich. Binnen, daar gaan we misschien nog wel een paar dingen op een gegeven moment weer vervangen. Maar het is belangrijker dat we ook het terras aan willen pakken. Nou, dat hebben veel mensen wel gemerkt hebben. Soms struikel je als je naar buiten loopt. Dan wordt het een beetje hobbelig, het zakt een beetje weg. Ja. Stop het eigenlijk opgehoogd worden en dan gaan we ook vervolgens gaan we het grasveld tot aan de speeltuin, dat gaan we erbij trekken. Omdat straks eigenlijk die velden een beetje die kant op schuiven. Ja, dus het terras wordt eigenlijk iets langer. Ja,
En dat we dan eigenlijk met een veel groter terras krijgen om met elkaar naar Avanti te kunnen kijken. Ja. Dat betekent wel dat met die hele hal, dat is best een dure aangelegenheid. We besparen er ook veel mee omdat we de hal niet meer hoeven te huren. Ja. Maar het betekent wel dat we nu ook bezig zijn met hoe gaan we dat financieren. Ja, dus dat zal of een optie worden dat we zeg maar, lening krijgen via de bank of andere iets. Of dat we nadenken over het uitgeven van obligaties voor Avanti. En kan je al voorzichtig zeggen wanneer we mogen gaan genieten van die nieuwe hal? Zoals we nu met de gemeente plannen, is het idee dat we na de zomer van 2022 gaan beginnen met het veld. Dus als het zomerseizoen afgelopen is, dus in oktober, dat we dan eigenlijk tot maart zeg maar, dus tijd hebben om het veld te veranderen. En ook om een hele betonnen rand rond die twee velden te maken, want daar wordt straks zeg maar, die ballonhal aan vastgemaakt. Ja. En dat zal uiteindelijk betekenen dat we dan gewoon het zomerseizoen van 2023 gewoon spelen op de nieuwe velden. En dat we dan in oktober het eerste tentfeest hebben om die hal neer te zetten. Hey, ander mooi dingetje om naar uit te kijken is in januari bestaat Avanti 60 jaar. 1962 opgericht. Gaan we daar nog wat mee doen of gaan we daar nog wat van merken? Hebben jullie plannen? Ja, we hebben wat plannen. Maar het is altijd lastig. Als bestuur kun je niet zoveel doen met een paar mensen die je als bestuur bent. Nee. Dus wat we eigenlijk wel zoeken zijn mensen die nog verder willen meedenken over de plannen. Want eigenlijk is het idee dat voor alle lagen van Avanti dat er iets gebeurt volgend jaar. Iets leuks. Nou, er zit ook met dat COVID nog wat kan wel, wat kan niet. Maar toch willen we eigenlijk plannen maken waarmee we dat toch een beetje in het zonnetje zetten. Van, dat is de hele tijd, 60 jaar. We zijn niet de oudste club van Nederland met de korfbal. Maar wel de leukste. We zijn wel de leukste. Mm-hmm. En 60 jaar is toch een hele tijd dat gebeurd is. Ja. Dat is een mooi jubileum. Ja. Dus daar moeten we wat mee doen. Dus in die zin, als er mensen zijn die zeggen van, nou, ik vind het leuk om voor de senior mee te denken. Of ik vind het leuk om voor de F'jes mee te denken. Hè, dan kan je melden bij het bestuur en dan maken we daar een mooie groep van mensen die verder dingen uitpakken. Ja. Maar we zijn nog niet helemaal op stoom, kan ik ook wel vertellen. Ja. Nou goed, het e-mailadres waar mensen naar kunnen mailen komt waarschijnlijk nu onder in beeld. Daar vertrouw ik op. Staat hier. Ja. Ja, Johan, als ik een fotoboek zou maken over 60 jaar Avanti, welke foto moet daar dan in volgens jou? Ja, er zijn zoveel momenten van Avanti die denk ik fotogeniek zijn. Maar ik denk wat het belangrijke is dat bijvoorbeeld een zaak als het schooltoernooi, schoolkorfbaltoernooi, wat echt... Ja, wij heel gewoon vinden, maar het is natuurlijk bijzonder dat er zoveel kinderen, 1300 kinderen op een dag bij Avanti komen om een spelletje te doen en te leren kennis te maken met korfbal. Dat is 50 jaar doen we dat al en dat is gewoon eigenlijk iets heel moois wat absoluut in de middenpagina van het hele boek zou moeten zitten. Ja. En ook weer georganiseerd door de enthousiaste vrijwilligers, hè? Ja, allemaal zijn er daar genoeg van eigenlijk, Johan, vrijwilligers? We hebben heel veel vrijwilligers. We hebben altijd natuurlijk wel weer vragen voor dingen, hè, voor vrijwilligers. En in die zin is er nu wel even iets bijzonders dat we eigenlijk in het bestuur twee vacatures hebben. We hebben zeg maar, de vacature facilitair en we hebben de vacature technische zaken. Ja, daar willen we eigenlijk wel een bestuurslid voor hebben. En die andere? Dat is TC, mm-hmm. Maarten Kees. Is ook na voor mij 7 jaar of 6 jaar heeft hij gezegd van ik moet aan mijn gezin tijd besteden. Nou, heel goed. Maar het betekent wel ook daarvoor geldt dat we een hele goede TC hebben. Die doen allerlei zaken. Maar net dat linkje ook met bestuur, soms een knoop hakken als nodig is. Daar zoeken we iemand voor. Ja. Ze gaan nu massaal mailen, Johan. Ik geloof het en ik hoop het. Hè? Dankjewel. Ja, Avanti bestaat dus 60 jaar in januari. Nou, iemand die heel veel oude foto's heeft van Avanti is Marcel de Bakker. Wij maken in dit Avanti TV Café een vast item over Marcel de Bakker. We gaan bij hem thuis kijken naar zijn fotocollectie en de mooie verhalen erbij. Marcel de Bakker, 60 jaar oud, heel toevallig, net als Avanti. Werd op zijn 10e lid en groeide sindsdien via het trainen en coachen van jeugdteams en verschillende bestuursfuncties uit tot zo'n 1000-poot waar de club er meer van heeft en zo op steunt. De afgelopen 10 jaar legde Marcel zich toe op het fotograferen, maar meer nog op statistieken en het verzamelen van alle informatie en nieuwsberichten die de geschiedenis van 60 jaar Avanti beschrijven. In het jubileumjaar 2022 beschijnt Avanti TV een aantal van de vele bijzondere momenten in de rijke geschiedenis van de club aan de hand van Marcel's plakboek vol met zijn kiekjes. In Marcel's kiekjes. Ja, helaas de komende tijd weer wat rustiger op de Avanti-velden. Maar daarover gesproken, jullie hebben al heel lang niet op een veld gestaan. Hè? Vertel eens. Ja, klopt. Ik heb in de oefenwedstrijden mijn Achillespees afgescheurd. Dus ik kom het komende seizoen helemaal niet meer in actie. Dat klinkt niet goed. Nee. Jij ook niet? Nee, 3 weken terug door mijn enkel gegaan. Heel dik geworden en langs de fysio gegaan. En het bleek dat ik 2 enkelbanden heb ingescheurd. Dus mij zou je de komende maand ook niet meer zien. Nee, en het was ook voor jullie allebei eigenlijk het eerste seizoen in de senioren. Nou ja, Ster, jij hebt zeg maar de voorbereiding mee afgehaakt. Jij voor de helft van het seizoen.
Ja. Is het senioren wat pittiger dan jullie dachten of hebben jullie gewoon pech gehad? Ja, puur pech. Ik sprong de lucht in en ik land op iemand zijn voet. En dan kan je er niks meer tegen doen en schiet hij naar buiten. Ja. Dus, en ben jij ook pech? Of, ja, helaas was het een dame die jou iets te vervelend vond? Nee, was het maar zo. Het was echt een stap naar achter en ik lag op de grond. Maar hoe ziet de week er nu een beetje bij jullie uit? Zeg maar, hoe vaak gaan jullie naar de fysio ongeveer? Ik heb 2 keer in de week fysio. Ik ook 2 keer per week. Want je zei net al, je hebt het naar je zin bij de fysio, maar hoe moet ik dat voor me zien? Want als ik op die bank lag, had ik het niet altijd naar mijn zin. Nee, ik heb gewoon een goede band met mijn fysiotherapeut, dus het is altijd heel gezellig. En ook de mensen die daar komen, dus altijd wel leuke gesprekken en zo. Jij ook naar je zin? Ja, en het geeft ook zeg maar nog een beetje het gevoel dat je toch aan het trainen bent, ondanks dat je niet een korveltraining kan doen. Ben je toch bezig met een soort van sporten, zeg maar, je weg terug naar, naar het veld. Ja. En ben jij wel een beetje bang voor je plekje hier? Want je bent natuurlijk nu een paar weken weg. En ik weet dat er hele goede mensen in het vierde zitten natuurlijk. Ja. Dus al een beetje bang voor je plekje, jongen? Nou ja, we gaan het zien waar ik weer ga starten als ik terug ben. En tot die eerst maar eens fit worden en dan zien we het wel weer. En wat verwachten jullie een beetje zeg maar, qua tijd als jullie weer terug zijn? Is het praat over weken, maanden? Ja, bij mij hebben ze gezegd dat het minimaal 6 weken zal duren en dat het misschien zelfs wel 3 maanden zou kunnen duren. Maar het gaat zo goed dat ik niet verwacht dat het zo lang zal gaan duren. Ben jij ook zo'n positief verhaal? Of, Nee, absoluut niet. Nee, ik verwacht komend seizoen pas weer te beginnen. Dus, bij jou wordt het hele seizoen uitzitten. Helemaal niks. Nee. Ja, balen. Ja, en ik heb ook nog wel een vraag aan jou. Heb jij nog een tip voor mij? Jij hebt natuurlijk ook een blessure gehad aan je rug. Heb jij nog een tip voor mij hoe ik snel terug kan komen? Poeh, een tip hoe je snel terug kan komen? Ja, wat ik gewoon deed was, ik stond eigenlijk gewoon 14 keer per week in die sportschool, weet je. Gewoon geen bier, gewoon keihard trainen elke dag, weet je. Dat gewoon echt aan een heel strak eetschema houden. 2 keer per dag sporten. Ja, dat is eigenlijk het enige. Dat doe ik nu nog steeds. Daar ben je ook mee gestopt. En dat is eigenlijk het enige. Dat is eigenlijk het enige hoe ik terug ben gekomen. En, dat kan ik iedereen aanraden. Dat is een levensstijl dat je knop op moet zetten en dan kom je er vanzelf weer. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ik graag gedaan, jongens. Ik hoop dat jullie met deze tips snel weer kan zien. Ja. En dan zal ik je onder druk zetten op de training, jongen. En jou hoop ik ook. Gaan we doen. Top. Ja, een ander vast item in het Avanti TV Café is het team van de maand. En we beginnen deze maand december met Avanti 8. Guido, jij bent darten. Yes. Dankjewel. Zo, dit zijn de mannen van Avanti 8. Zeker. Ja, jullie zijn team van de maand. Wat een eer. Ja, zeker een eer, dat denk ik wel. Waarom denk je dat jullie team van de maand zijn? Top 10. Goed spelen. Ja, top 10. Ja, ja, het beste van de breedsport Avanti zijn wij wel die kans hoog in het lijstje. Ja? Ja, dat denk ik. Ja, ik weet het antwoord ook niet. Nee. Kijk, we moeten ergens beginnen. Het is wel een bijzonder verhaal jullie, want eigenlijk is Avanti 8 gewoon een team met A-spelers, toch? Ja. Ja. Allemaal STS, senior. Ja, en waarom is dat? Waarom zit u niet in A? Nou, ik zat aan mijn derde jaar, dus ik moest door naar de senioren. Ja. Dat is voor jou anders. Ja, ik moest, ik kon nog een jaartje blijven, maar het was zo gezellig in het team dat ik dacht van nou... Voor de gezelligheid, anders kom je bij allemaal mensen die je niet kent. Ik ken ze natuurlijk wel, maar je speelt niet zo lang met ze. En omdat ik met jullie al lang speelde, dacht ik, ik ga een jaartje mee. Ja, en er waren er meer die dat dachten. Een stuk of 4, denk ik. Ja. Ja, zeker. En hoe is dat dan? Voel je dan ook dat je nog een jaar onontwikkeld bent misschien of zo, niet sterk genoeg? Nou ja, ik ben zelf best groot, denk ik. En als ik voor mezelf spreek. Dus bij mij maakt het niet zoveel uit, maar ik kan me best voorstellen dat het voor sommigen best lastig kan zijn. Ja. Ja. En Avanti 8, met alle respect, speel je dan tegen mensen die je vader hadden kunnen zijn? Nou, laatst heb ik wel tegen Weidevogels 6, 7 of zo. Speelde ik tegen een gozer die was denk ik 45 of zo. Nou, had dan denk ik net niet mijn vader kunnen zijn, maar hij was in ieder geval wel op leeftijd in ieder geval. Ja. Ja. En Guido, jij bent trainer van dit team, hè? Ja. Samen met Ricardo, dacht ik. Ik kan me persoonlijk voorstellen dat het best lastig is om je te motiveren tegen iemand die bij wijze van spreken je vader had kunnen zijn. Ik denk, dat wordt veel te makkelijk voor mij. Merk je dat als trainer? Nou, ik denk dat we juist heel erg duidelijk hebben gemaakt aan alle spelers dat juist die oude spelers vaak zoveel ervaring hebben dat je daar echt af en toe door gepiepeld wordt, om het zo te zeggen. En ik denk dat we juist die wedstrijden onze spelers nog extra kunnen motiveren om van dat soort spelers juist dan wel daar het beste in je naar boven te halen. Ja. En juist dat soort wedstrijden zo'n tegenstander eigenlijk helemaal uit te kunnen schakelen, omdat je wel inderdaad fitter bent, maar met de slimheid moet je wel goed opletten. Ja. En ik denk dat ze dat zeker in die wedstrijd tegen Weidevogels echt super goed gedaan hebben. Ja, en ik weet nog in een ver verleden dat ik die overstap moest maken. En dat je toch ook best wel
eigenlijk bang was een beetje om de A te verlaten of zo. Of je denkt, ja, de A is toch wel vertrouwd en je leeftijdsgenoten en dan opeens die grote senioren. Ja. Snap jij dan toch de beslissing van je spelers? Nou, ze wel doorgaan. We hebben het in de A heel lang denk ik over gehad ook. Met heel veel spelers, er waren er een hele hoop die twijfelden. Maar uiteindelijk was de keuze of je blijft bij elkaar, of je split jezelf op en je blijft de helft blijft in de A en de andere helft niet. En dan wisten we in de A, wisten de meeste spelers niet waar ze terecht zouden komen. En eigenlijk wilde het team zo graag bij elkaar blijven dat dit de enigste echte optie was die overbleef om gewoon bij elkaar te kunnen blijven. Ja. En dat was denk ik de beste keus van alle spelers. En ja. Ik denk dat ze, van ik heb van nog niemand gehoord dat het tegen is gevallen. Maar vragen jullie bijvoorbeeld ook nog veel van je spelers om echt nog beter te worden bijvoorbeeld? Ja. Of is het gewoon, ja, nou, dit is het en we zijn gewoon lekker aan het korfballen en dat is voldoende? Aan de ene kant wel, maar wij zijn als coaches ook nog wel zo fanatiek. Dat als we spelers zouden hebben die zelf niet meer beter zouden worden, dan heeft het voor ons ook als coaches niet veel zin meer. Nee. Dus dan zouden wij op een ander team op zoek gaan. Maar ja, ze zijn allemaal nog, ze willen allemaal nog leren. Ja. Ze komen ook allemaal nog fanatiek trainen. En dat is ook hetgene wat het nog gezellig met elkaar houdt. Terwijl als iedereen op een gegeven moment niet meer opkomt daar, ja, dan kan je net zo goed echt in een bierteam gaan korfballen. Maar daar heb je ook geen coach meer voor nodig. Nee. Maar ja. Kijk, als je in de A speelt, die zit misschien in de A2, A3 vanaf de B1. B2, dan denk je van nou, ik wil ook in de A1 komen of in de A2 of ik wil dit of dat bereiken. Hebben jullie nou als Avanti 8, wat wil je dan bereiken? Als je later groot bent? Als ik later groot ben? Nee. Wil je nog stappen maken of wil je gewoon lekker cool worden met dit team? Stappen maken is denk ik niet echt meer aan de orde. Kijk, 1, 2, 3 of 4 zit er eigenlijk al sowieso niet meer in. Maar goed, het is toch leuk als je een paar teams omhoog gaat. Dus ik denk dat het inderdaad meer het leren is binnen deze klasse. Maar goed, echt hele grote stappen zou je niet meer maken, denk ik. Nee. Nou, maar ik denk maar dat ik denk dat ook niet per se. Ja, ik mis dat ook niet per se. Nee. En ik denk dat er wel ook voorbeelden zijn van mensen die wel die stappen hebben gemaakt. Marlon heeft ook ooit in Avanti, wat is het, 8 gespeeld. Ja. Speelt nu toch ook in volgens mij het derde. Ja. Dus die stappen zijn wel te maken. Ja. En dat hangt er vanaf of dat er nog spelers zijn die echt nog heel erg willen leren. En dan ook nog soms een lichaam hebben waar ze in de A nog net niet helemaal mee om kunnen gaan. En waar ze in de senior, als ze echt eenmaal volwassen zijn, wel mee leren omgaan. En dan is er soms echt nog veel potentie te halen uit daar op bepaalde spelen. Ja, dan zitten we nu in een periode dat ook jullie geen wedstrijden gaan spelen. Overweeg je dan in zo'n periode ook nog om te stoppen met korfbal? Als je toch niks mag? Nee. Nee, dat heb ik tot nu toe eigenlijk nog niet gedaan. Ik denk dat met school is prima te combineren, met mijn werk eigenlijk ook. En ik vind het eigenlijk gewoon te leuk om te stoppen. Om echt te kunnen. Ja, ik vind het gewoon nog heel leuk. Dus er is helemaal niet een gedachte om te stoppen. Nee. Hey jongens, het blijft natuurlijk wel sportig, hè? Dus ik zeg, het is tijd voor ons team van de maand dartcompetitie. Alle drie een pijltje, daar aan het dartbord. Ik zeg succes. Dat is goed. Zal ik beginnen? Yes. Gaan we eens even kijken, jongens. 2! Nou, dat kan beter op zich. Maar we zijn er nog niet. Ja. Oeh, 8. Oeh, bijna een trippeltje. We staan op 20. Nou, laatste grote. 33. Prima hoor. Kan beter, kan slechter. Maar ja, je weet niet wat de rest van het team gaan doen. Jongens, ik zeg goede poging en bedankt. Kerst Dave. Proost jongen. Aflevering korfbal zonder korfbal. Vond je ervan, de eerste aflevering? Ja, was niet slecht toch? Nee, leuke gasten, goede gesprekken. Nee, dat stel je niet terug. We hebben de lat hoog gelegd. Dat denk ik ook wel. Dat is altijd gevaarlijk hè? Ja. Volgende maand weer? Ik zeg het wel jongen. Ik zie je dan. Top, het is 5 uur, Steven, we gaan. Gaan we naar jongen. Hoi.